Vous êtes prêt, monsieur? Ouais. Planète Mercedes, nous voici. Bruxelles, Stuttgart, aller-retour dans la même journée. Dis, Philippe, c'est l'idée de qui ça au fait? Van de redactie, je weet kiek veel. Ik denk dat dat een uitnodiging is van Mercedes. Chez Mercedes, ils disent « Oui, mais monsieur, avec la meilleure voiture du monde tout de même. » Dis, tu sais qu'avec cette version 400 hybride, on pourrait peut-être même faire l'aller-retour sans ravitailler. Peut-être, peut-être. Dat hangt van uw voet af, hein? En Allemagne, ça va pas être simple, ça. Un moteur thermique, un moteur électrique, plus de 300 chevaux et 6,3 de moyenne. Ja, ik ben wel benieuwd of dat je daar gaat aangeraken, hè? Ja, ga mij niet horen klagen. Zie hier vanachter. Massagefunctie in de zetels. De nodige verfrissingen aan boord. Verfrissing? Kijk helemaal naar de baan. Joh. Ah, c'est pas trop dur la vie? Knap gebouw, hè? Hier binnen vinden we 125 jaar autogeschiedenis. Een futuristisch gebouw met daarin het rijke verleden van ons geliefkoos speelgoed, de auto. Oui, le message de Mercedes, c'est que l'avenir se nourrit du passé, surtout quand il s'agit d'automobile. Et d'ailleurs, vous allez le voir à l'intérieur de ce bâtiment, Mercedes donne pas mal de perspectives pour les générations futures. Het bijzondere aan dit museum is dat de bezoeker bovenaan moet beginnen via deze teletijdsmachine. Bienvenue en 1886. Met hier naast ons de allereerste automobiel die dat jaar ontwikkeld werd door Carl Benz. Dit is het enige museum ter wereld dat teruggaat tot het prille begin van de autogeschiedenis. Omdat Carl Benz de man was die in 1886 de eerste echte automobiel heeft ontworpen, die zichzelf kon voortbewegen. In diezelfde periode ontwierp een andere pionier van de automobiel, Gottlieb Daimler, de eerste auto met vier wielen. De samenwerking van hun nakomelingen mondde uit in de geboorte van het merk Mercedes-Benz in 1926. Wat minder mensen weten, is dat de eerste verbrandingsmotor die voldoende licht en krachtig was om niet alleen auto's, maar ook motorfietsen, boten en vliegtuigen aan te drijven, te danken was aan hun voorvader en medestander Wilhelm Maybach. De befaamde driester, die op de radiatorrooster van Mercedes prijkt, symboliseert trouwens de drie elementen: te land, te water en in de lucht. Van hieruit kun je twee trajecten volgen. De bezoeker daalt via een hellend pad af, halve verdieping per halve verdieping. Enerzijds is er een chronologisch traject waarlangs de bezoeker de loop volgt van de merkgeschiedenis sinds 125 jaar. Anderzijds een thematische approach om inzicht te krijgen in de enorme diversiteit van de modellen van het merk. Jusque-là, tous les engins que vous avez vus sont des répliques. Celle-ci, par contre, est bien d'époque. C'est la plus vieille Mercedes au monde. Elle date de 1902. Sinds het begin van de voorbije eeuw heeft Mercedes zich gespecialiseerd in de productie van prestigewagens met vaak vooruitstrevende technologie. Dit was het begin van een ware vermogenswedloop. Die werd bekroond door de lancering van de SS, wat staat voor Supersport. En de speciaal voor de klimkoersen ontwikkelde SSK met korte wielbasis. En daarnaast was er deze 500K, de auto voor de rijken en machtigen der aarde. Deze Roadster-versie was in zijn tijd de duurste ter wereld. Si Mercedes construit des voitures hors de prix à l'époque, il lance aussi la première automobile de grande série, un moteur diesel, cette 260D. Un moteur diesel qui jouera d'ailleurs un rôle essentiel dans l'effort de guerre allemand quelques années plus tard. De mooiste periode uit de geschiedenis van Mercedes is voor mij de jaren 50 en de jaren 60. En dan is dit mijn favoriete model. Eigenlijk is dit mijn favoriete model. In feite is dit mijn favoriete model.
Maar bovenal is dit mijn echte favoriet. De recordwagen van Stirling Moss uit de Mille Miglia. De geschiedenis van Mercedes ademt ook een en al passie voor de autosport uit. Een passie die eveneens schitterende tijden beleefde tijdens de jaren 50. Met de zegens van de grote Juan Manuel Fangio. Maar ook de heldendaden van Stirling Moss op de beruchte wegen van de Mille Miglia. Deze vermogens- en prestatiewedloop zou Mercedes er trouwens toe aanzetten om extra aandacht te besteden aan de veiligheid, wat resulteerde in allerlei primeurs. On lui doit encore la ceinture de sécurité, le prétensionneur de ceinture, le freinage ABS, le contrôle de stabilité ESP, l'airbag ou encore le contrôle d'angle mort. Et j'en oublie. Deze innovatietraditie wordt trouwens vandaag nog altijd verder gezet. Hier op de benedenverdieping van het museum is er een ruimte die ze Fascination Design hebben gedoopt. Hier krijgen we een beeld van de huidige stand van zaken op het vlak van onderzoek en ontwikkeling bij Mercedes. En als je dat ziet, besef je dat de toekomst van de auto in goede handen is. Ah wel? Ben quoi? À toi de jouer. C'est toi qui l'as dit, non? Mon avenir est entre de bonnes mains.